Hey, hallo en welkom weer bij deze gloednieuwe weekvlog. We gaan vandaag weer eens kijken wat deze week te bieden heeft. Vandaag is het zondag en er staat echt een onwijs drukke week op mij te wachten. En vol met leuke aparte dingen. Morgen bijvoorbeeld koffietijd. Super, super chill. Wat betreft koffietijd, dat ga ik apart vloggen. Dus die vlog staat nu inmiddels online. Die heb ik namelijk de volgende dag direct online gezet. Ik en Dolly zijn er namelijk uitgenodigd. En ik vond het zo speciaal dat ik daar gewoon een aparte vlog voor moest maken van mezelf. Dus die staat inmiddels alweer online. Dolly is op dit moment nog bij mijn moeder. Want gisteren had ik de crematie van Jill, haar zus. Ik ben daar geweest om Jill te steunen. En straks ga ik dus Dolly ophalen. Want die had ik dus gisteren naar mijn moeder gebracht. Omdat ik best wel lang weg was. Eerst voordat Dolly dan hier komt ga ik nog even stofzuigen. Stofzuigen staat al klaar. Want ja, de wekelijkse schoonmaak moet ook gebeuren. Eerst maar eens lekker eventjes de boel op orde brengen. Zo, Dolly eventjes ophalen. Yay, Dolly. Gezellig, ga je mee naar huis? Het is inmiddels alweer maandag en ik ben vanochtend naar koffietijd geweest. Maar daar heb ik een losse vlog online van gezet. Dus wil je dat zien, moet je hier ergens gewoon even klikken of ga even naar de beschrijving. Superleuk. We hebben vanavond een concert van Hailstorms, een van mijn favoriete bandjes. Het is al de vierde keer dat we bij ze gaan kijken. Ik heb er echt heel erg veel zin in om ze te zien. Ik ben wel echt heel erg moe omdat vanochtend koffietijd zo ontzettend vroeg was. Ik was 4:15 al wakker. Ik ben gezellig met Jaël en Diana. Hallo. En we gaan er gewoon echt een super toffe avond van maken. I want to know something. How many of you guys have traveled and seen us before? Yes! This is high! Ja jongens, dat is vet hè. Na het concert hadden we allemaal super veel trek, dus we besloten om eventjes naar de McDonald's te gaan. Toen kwamen we een of andere rare kerel tegen, die kwam aan onze tafel zitten en daarna ging die dansje doen. Let op, deze kerel kent ons niet, die kerel kent die mensen aan tafel niet, dus hij verdient dit prachtige plekje op het internet. Komt ie. Ja, we gaan gewoon binnen. Zo, het is inmiddels alweer woensdag en ik ben niet helemaal fit. En dat is ook precies de reden waarom ik gisteren dinsdag dus niet heb gevlogd. Mijn broer was gisteren jarig, maar ik had echt ernstige opstartproblemen. En ik weet niet, ik voelde me echt totaal niet lekker. Dus ik heb gewoon ervoor gekozen eventjes een dagje over te slaan. Ja, ik ga straks dus met Dolly naar Carlo's TV-café. Ze heeft daar een klein rolletje in. Super gezellig, dus we gaan op naar Amsterdam samen. Ik ben er helemaal klaar voor. Ik ga er eventjes aan de riem doen en dan gaan we de bus pakken en daarna de trein. Gezellig naar Amsterdam! Voor de tweede keer alweer iets op tv voor Dolly deze week. Het is niet te geloven. Maar leuk! Ik moet nog opschieten ook, want die bus die gaat straks. Zo, we zijn er. Dolly, heb je er zin in? Hè? We gaan dus nu een item draaien voor wat Wil wil. En Dolly is daar dus de gast. Ze wordt dus waarschijnlijk gewassen door de moeder van Carlo, Carlo Boshart. Dus dat is natuurlijk al een hele eer. Dolly heeft echt zoiets van, wat de fuck gaan we doen?
zijn klaar. Dolly wordt nog eventjes droog geblazen, want anders heeft het straks buiten, want het is veel te koud. Dus maar het was hartstikke leuk. Ze heeft het super goed gedaan, hè. Ze gaan nu maar weer lekker naar huis. Zo, Dolly en ik zijn weer thuis. Waar ben je? Hier. We hebben het leuk gehad, maar nu ben ik best wel moe. Ik ga lekker voor de tv hangen en het is al onderhand etenstijd, dus ik ga eventjes wat in elkaar flansen. Ik ben net naar de supermarkt geweest en ik had nog een avocado liggen. Dus ik dacht, weet je wat, ik ga een avocado salade maken. En daarvoor heb ik een soort van balsamico gekocht, spinazie en daar ga ik nootjes en cranberries doorheen gooien. En dat moet heel lekker zijn, ik weet niet. Ik heb pas geleden zoiets gegeten ergens en ik denk, ik ga het gewoon proberen na te maken. Dus we zullen zien of dat een succes wordt. Wauw, dit ziet er lekker uit. Ik hoop ook dat het lekker smaakt, want ik weet niet. Deze is wel echt ontzettend zoet gewoon. Het is met framboos en ik dacht een vleugje framboos, maar dit smaakt serieus gewoon naar frambozensaus of zo. Maar ja, ik ben benieuwd. Ik ga het maar eens even lekker opeten. Er zit echt van alles in mijn mondhoek. Mijn salade viel serieus niet tegen. Het was echt heel erg lekker. Ondertussen heb ik ook wel wat andere dingen gegeten. Zo slecht. Ik weet niet wat er aan de hand is, maar ik ben nu al gewoon 2 weken zo ontzettend moe. En ik heb geen idee waar het vandaan komt. Ik werd vanochtend ook echt dood op wakker. Het is nu net 9 uur geweest. Normaal ging ik rond 1 uur altijd slapen. En ik zit nu gewoon serieus te denken om over een half uurtje gewoon mijn bed al in te stappen. Want misschien komt het ook omdat ik gewoon ziek ben geweest of nog steeds een beetje ziek ben. En dat het zeg maar niet helemaal doorzet. Want ik ben 1 dagje niet lekker geweest. Daarna ging het wel weer. Maar ik blijf toch verkouden, hoofdpijn hebben en me niet fit voelen. Dus misschien ben ik gewoon wel een beetje ziek of ziek aan het worden. En zet het gewoon niet helemaal door. En is dat de reden dat ik gewoon zo ontzettend moe ben. Ik ga nu dus gewoon lekker Dolly uitlaten. Ons laatste rondje lopen. En dan duik ik mijn bed in. En dan ga ik morgen vroeg opstaan om de dingetjes te doen die ik moet doen. Dit is namelijk echt een super drukke week. Natuurlijk maandag heb ik koffietijd gehad. Gisteren druk mijn broers verjaardag. Vandaag natuurlijk Carlos TV Café. Morgen filmen voor Leuk of Meuk. En waarom blijf je niet scherp? En dan vrijdag gaan we ergens anders nog filmen voor Dolly Dinsdag. Maar dat zien jullie aankomende dinsdag dus. Oh ja, als jullie je afvragen waarom het licht zo constant verandert van kleur. Dit is de reden. Op het moment dat mijn Apple TV niet wordt gebruikt, dan gaat hij prachtige natuurbeelden laten zien en zo. Echt heel erg leuk. Ik duik nu toch echt gewoon even mijn bed in. Zo, goedemorgen. Het is straks tijd. Oeh, hallo. Om een nieuwe Leuk of Meuk te filmen. En ik werd weer heel erg vermoeid wakker. Echt gewoon weer dood op. Het is echt een beetje vervelend, want ik had echt weer 8 uur geslapen minstens. Mijn mobiel uitgezet. Ik denk, ik ga gewoon die nacht echt gewoon vol goed slapen. En ik word wakker. En serieus, als ik buiten loop, dan tranen mijn ogen. Het lijkt net of ik de hele nacht wakker ben gebleven. Zo voel ik mij als ik buiten loop. Nu denk ik dat er eigenlijk 2 oorzaken zijn voor mijn probleem. En dat is dat ik een week al geen ADD-medicijnen heb. Ik heb ADD, daar slik ik medicijnen voor. Daar kan je eigenlijk niet meteen mee stoppen, want daar kun je ziek van worden of een soort van ontwenningsverschijnselen van krijgen. Dus ik heb net die medicijnen opgehaald. Ik neem een pilletje en het duurt ongeveer 1 uurtje of 2 uurtjes voordat het gaat werken. En nu is het zover en ik voel me weer goed. Zo goed als goed, zeg maar. Ik voel me dan nog steeds verkouden, maar het zeg maar buiten lopen en het niet kunnen verdragen van het licht, dat is nu gewoon goed, zeg maar. Ik voel me gewoon goed. Ik voel me niet zo vermoeid. Het voelt niet alsof ik een hele nacht heb doorgehaald. Dus eigenlijk gaat het nu alweer goed. Dus ik denk dat het gewoon een combinatie is van dat ik me niet helemaal fit voel. En dat ik een soort van ontwenningsverschijnsel heb van mijn medicijnen. I don't know. We gaan straks gewoon lekker beginnen met het filmen van nieuwe Leuk of Meuk. Ik heb trouwens weer nieuwe kleren. Wat ik echt even jullie moet laten zien. Dit is een shirt van Five Finger Dead Punch. En die heb ik van The Large. En ook dit blouse heb ik van The Large. En ik vind ze zo mooi. Ik merk dat ik wel heel veel verschillende kleren krijg zo. Het is echt een beetje een combinatie van soms een beetje netjes. En soms dit dus. Ja, verschil moet er zijn. Soms heb je gewoon een dag dat je denkt, oh, ik heb er zin om er netjes uit te zien. En soms heb je een dag dat je denkt, fuck it. Ik wil er gewoon uitzien als een, als dit.
ik ben net klaar met mijn leuk of meuk. Ik heb de Lala Loopsie Crazy Hair getest. En ik vind hem zo schattig. Ik ga hem nu denk ik een leuk plekje geven hier. Even kijken hoor, waar zou die mooi staan? Misschien tussen mijn Furbies of zo. Ik moet sowieso eventjes binnenkort die batterij weer in de Furbies gaan doen. Zodat ik er binnenkort een keer een video over kan maken hoe ze zeg maar verschillen van elkaar. Dat lijkt me wel leuk. Ik ga hem denk ik hier zetten. Naast mijn schoenen. Ja, ik vind dat hij daar wel mooi staat. Goedemorgen. Ik heb echt zo ontzettend slecht geslapen. Vannacht gebeurde echt iets heel erg raars. Ik hoorde echt een onwijs herrie. Het leek een beetje op het geluid van een prullenbak, maar ook weer niet. Het was gewoon een raar geluid. Dus ik keek naar buiten en er stond iemand voor de deur. Er werd heel hard geklopt. Het was gewoon super vaag. Toen belden ze bij iemand aan en toen renden ze met z'n drieën echt keihard weg. En ik was zo bang geworden dat ik gewoon niet zo goed kon slapen meer. Dus ik heb denk ik vannacht maar een paar uurtjes geslapen. En ik moet nu op pad voor mijn nieuwe Dolly Dinsdag. Wat ik precies ga doen is nog een beetje een verrassing. Dat ga ik nog lekker niet verklappen. Ja, jullie gaan het vanzelf zien. Dus ik ga maar snel mijn bed uit. En ik ben gisteren vergeten make-up eraf te halen. Echt super slecht. Och. Ik ga dus pas weer filmen als ik thuis kom. Dus ik neem jullie vandaag niet mee op pad. Dan weten jullie wat dat was. Ik ben lekker aan het koken. De macaroni aan het maken. Ik ga gewoon hele zooi maken. Zodat ik gewoon een paar dagen er genoeg aan heb. Dus, maar ik ben weer gewoon ontzettend moe. Ik vind het trouwens echt super slecht voor mezelf. Dat ik deze week gewoon niet heb gesport. Jullie vragen je ook vast af. Van, hey, vorige week stond je nog in de sportschool. En deze week niet. Hoe komt dat? Nou ja. Ik voel me dus gewoon de hele week al niet fit. Dat hebben jullie ook wel kunnen zien en kunnen merken, geloof ik. Maar nog steeds voel ik me eigenlijk nog helemaal niet zo goed. Maar ja, ik ga nu dus even lekker gezond koken. Ga een macaronietje maken. En volgende week ga ik gewoon weer lekker aan de bak met sporten. En ja, dan ga ik dat natuurlijk ook gewoon weer vastleggen voor jullie hoe dat allemaal gaat. Dus nu gewoon eventjes lekker relaxen. Ik ga straks eventjes editen. Vandaag hoef ik gelukkig even lekker niks. Dat vind ik wel een heerlijk idee eigenlijk. Dan ga ik gewoon weer lekker de Vampire Diaries opzetten. Eventjes lekker een avondje op de bank hangen. En dan, ja, dan moet ik eigenlijk straks alweer mijn weekvlog gaan afsluiten. Want het is vrijdag. Hey. Lekker. Het is inmiddels 12:15. Het is echt tijd om nu naar bed te gaan. En hierbij ga ik de weekvlog dus afsluiten. Ik wil jullie allemaal super erg bedanken voor het kijken. Geef natuurlijk een duimpje omhoog. En vergeet niet om mijn kanaal te abonneren als je dat nog niet gedaan hebt. Ik ga nu in ieder geval echt doei zeggen. Ik hou van jullie lieve onderfamilie. Doei. Lekker slapen allemaal.